start is gevallen. Begin met een galoppade voor Freek Schermer. Ook een galoppade van Frederik Greenwood. Uitgeschakeld nummer 2 en uitgeschakeld nummer 3. Beiden galop. Allebei eruit. De 2 en de 3. En zo gaan de paarden de bocht in. Met Velten Maranello vooraan. Op de tweede plaats Flair WS. En de derde plaats is voor Fisherman's Pride. Daarachter een tijdje niets. En dan volgt 1 van mei. Met aan de buitenkant Fort Newport. Die wil graag naar binnen. En die laat nu binnen door Francesca komen. En daarachter volgt Esme Dumaire. Dat zijn de paarden die nog in de strijd zijn. Paard dat aan de buitenkant nu veel snelheid laat zien. Is de deelnemer die sprong van start af. Frederik Greenwood. Kees Kaminga kan hem slecht houden. En Frederik Greenwood gaat nu al galopperend naar de achterhoede. En zo gaan de paarden op weg naar de linkerbocht. Flair WS die heeft de leiding overgenomen met Kurt Roegers. In de van der wielkleur. Op de tweede plaats is het Velten Maranello. Daarachter volgt de Vismans Trots, dat is Fisherman's Pride. En daarachter volgt op plaats 4-1 van mei. Dan Francesca, die wordt gevolgd door Fort Newport en dan Esme Dumaire. Zo gaan de paarden de bocht door en er verandert voorlopig weinig. Flair WS maakt het tempo en komt als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Het hele veld op sleeptouw, alle paarden achter elkaar. Alleen in de start van het veld gaat één deelnemer nu aarzelend naar het tweede spoor. Maar die gaat ook gelijk weer terug naar binnen. Dat was Esme Dumaire. En zo liggen ze nog steeds achter elkaar met nog ruim 1 ronde te gaan. Flair WS, daarachter op de tweede plaats volgt Velten Maranello. Dan is het Fisherman's Pride, die even een halve lengte laat vallen. Maar het nu weer attent wordt gemaakt door Jan Thijs de Jong. Loopt het gaatje gelijk weer dicht. Dan 1 van mei, dan Francesca. Nu gaat Kooijman wel naar het tweede spoor met Esme Dumaire en hij gaat op dit moment voorbij aan Fort Newport. Zo gaan de paarden de rechterbocht door. Nog 800 meter te gaan en Flair WS wordt voorlopig niet aangevallen. Velten Maranello erachter, dan Fisherman's Pride. Jan Thijs de Jong kijkt al over de schouder of er misschien iets gaat komen. Gaat ook alvast een spoortje naar buiten. Gaat in de aanval nu met Fisherman's Pride. 1 van mei gaat erachteraan en zo zijn de paarden in de rechterlijn overzijde op weg naar de laatste bocht. Roegers verhoogt het tempo. Flair WS aan de buitenkant komt dichter bij Fisherman's Pride. Daarachter volgt Velten Maranello, dan 1 van mei, dan Francesca. En daarachter aan de buitenkant Esme Dumaire met aan de relingzijde Fort Newport. Al die paarden gaan dicht bij elkaar de laatste bocht in. Waarbij één deelnemer nu wat contact begint te verliezen, dat is Esme Dumaire. En de paarden zijn inmiddels halverwege de Tjada-bochten. Nog altijd diezelfde leider, dat is Flair WS. Flair WS, Roegers is nu aan het werk gegaan, maar die pakt ook gelijk een voorsprongetje. Heeft nu anderhalf, twee lengte gepakt en komt als eerste in de laatste rechte lijn. Flair WS, aan de buitenzijde komen de aanvallers. Helemaal aan de buitenzijde komt 1 van mei. Daar komt ook van de reling af en die heeft nu de ruimte gevonden. Velten Maranello. Het is Flair WS die leidt. Velten Maranello komt dichterbij. Flair WS, Velten Maranello. Flair WS gaat hem winnen. Velten Maranello is tweede. En plaats 3 is voor 1 van mij.